Daar ben ik weer met een nieuwe video. Vandaag zit ik niet achter mijn bureau waar ik eigenlijk altijd zit. Nee, ik zit namelijk achter mijn tv. GoPro'tje is er ook. Daar is dus mijn tv. Daar is de camera waar ik nu mee opneem. En we gaan vandaag dus iets anders doen. Ik ga namelijk Brawl Stars spelen op mijn mega tv. Je kan namelijk je iPad connecten met je tv of je iPhone kan ook. En dan kan je gewoon Brawl Stars spelen of andere mobiele games op je tv. Dat is echt extreem ziek. En ik kan wel eens aan jullie laten zien hoe groot het is, zeg maar. Dit is mijn iPad. Die is al heel groot. Dit is een iPad Pro. De grootste iPad die er is. Het is eigenlijk meer een laptop. Maar kijk het verschil. Dit is gewoon dit hoekje. Kijk nou, dit is echt bizar wat een verschil dit is. Dit slaat helemaal nergens op. Dus op die manier is het een beetje het verschil. Maar we gaan dus spelen. Ik ga naar de tv kijken. En ik ga kijken of ik zeg maar alle krachtpunten kan pakken. Want er is nu momenteel een map. Dat is hier deze map. Ik kan hem even laten zien aan jullie. Ik moet helaas trouwens wel met mijn GoPro opnemen. Want wat één nadeeltje wel is, op het moment dat ik mijn iPad connect met de tv, kan ik niet mijn iPad-scherm opnemen. Dus dat is een beetje ingewikkeld. Dus ik kan nu zeg maar niet de gameplay opnemen. Maar daarom heb ik de GoPro hier. Want dan kan ik zeg maar via de GoPro de gameplay opnemen. En dan zien jullie mij hier zo spelen. Ja, dat is het een beetje. Ik ben erg benieuwd of het goed gaat komen. Er is trouwens een gratis... Of was er... Nee, het was geen gratis reward. Er is een spelerspictogram. Ik weet het goed gemaakt. Als ik een winnaar, dan mag ik die spelerspictogram kopen. En ik moet trouwens wel goed in de gaten houden dat hier mijn GoPro het een beetje goed opneemt. Misschien moet ik hem iets meer omhoog doen. Dat je het even zo goed ziet. Ja, je moet het wel goed kunnen zien via de GoPro natuurlijk. Want anders kan je natuurlijk nog steeds niet zien wat er gebeurt. Maar we gaan lekker spelen. Ik probeer dus hier in het midden alle, zeg maar, krachtpunten te pakken. Oh nee, die liggen aan de zijkant in het hoekje. En dan gaan we eens kijken of dat gaat lukken. Trouwens, voordat ik het vergeet, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. 2 op 3000 likes zou super tof zijn als het gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. Maar ik moet natuurlijk eerst even een knokker zien te selecteren. Maar ja, dan moet ik gewoon naar de tv kijken. Gewoon een knokker waar ik mee alle krachtpunten snel kan pakken. Dat is dan wel het beste. El Primo zou wel kunnen. Dan doen we even El Primo, El Dragon. Ja, dat is prima. Dan gaan we hiermee spelen. En dan gaan we het zien of het gaat lukken. We moeten gewoon 1 potje winnen. Ik mag niet naar de iPad kijken. Wat trouwens wel een nadeel is. Want ik moet dan pure focussen op de tv. En staat mijn iPad er een beetje goed op met tv? Ja, volgens mij wel, op de GoPro. Ja, ik moet af en toe dan even zo kijken van, staan ze er goed op, staan ze er niet goed op? Maar volgens mij is het prima. Oké, dan gaan we. Dus ik mag niet naar mijn iPad kijken. Ik moet nu wel even kijken waar mijn knopjes dan zitten. Ja, top. En dan moet ik dus nu lopen en bewegen via de tv. Wat trouwens ook wel een klein nadeeltje is, is dat de tv best wel lek heeft. Dus dat is ook wel shit. Oké, hier, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ik moet die Bibi hebben, ik moet die Bibi hebben. En heb ik hem, heb ik hem, ik heb hem. Let's go! Oké, dat is mooi, dat is mooi. We hebben nu al iets chills. We hebben namelijk alle krachtpunten. Oké, dan zou dit kunnen lukken. Maar zelfs nu zou het misschien nog fout kunnen gaan. Want echt, mijn tv lekt zo erg. Dat is het enige nadeel, dat ik hem zeg maar connect met mijn tv. Het scherm is veel groter, dus dat is chill. Maar het lekt zo enorm erg. Oh, hier is een andere El Primo en een Brock. Hoppa, we kunnen hier even mijn super inzetten. Hier, kaboom. Oké, dit is top, dit is top. Ik ga eventjes hier naar beneden. Dan kunnen we even healen. Oh, die heeft die El Primo spray. Die heb ik. Oh, die heb ik ook. Oh ja, die had ik een keertje gekocht. Dat is wel nice. Die heb ik dus ook gewoon. Die El Primo spray is wel echt baas. Maar ik denk dat we gewoon moeten wachten totdat ze een keer tevoorschijn gaan komen. Want we kunnen nu niks. Oh, hier is trouwens een opening. Ik zal even een lach-emoji doen. Dan denken ze dat ik niks ga doen. En dan ga ik in één keer zo meteen aanvallen. Oh. Oh, die meiden die ze lagen daar. Maar daar liep ik zo overheen. Hier al primo. Sorry, jongen. Oké, Bo. Je bent voor mij. Je bent voor mij. Hier, kom op. Hoppa. Let's go. 22 krachtpunten. Dan is er in het midden nog een Janet. Die heel stoer doet. Dus dat is niet leuk. En ik ga nu wel richting die Janet. Oké, boom. Oh, die doet ze super. Oh, nee, 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 nee. Dit mag ik toch niet meer uit handen geven. Dit mag ik niet meer uit handen geven. Ik ga richting die Piper. Ah, dit gaat nog slecht ook nog. Nee, ik kan bijna niet zien wat er gebeurt. Nee, hier even opzij. En dan moeten we nu weer even naar die Janet. Nee, 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 nee. Ik ga dood. Hoe dan? Ik was zo sterk. Doordat ik alleen naar zeg maar de tv kijk, lekt het ook gewoon. En ah, dit was heel vervelend. Oké. Dit was echt is het, jongen? Oké, we geven het niet op. We proberen het nog een keer. Doen we wel even een andere knokker. Met welke zullen we nu spelen? Edgar. Edgar is ook een goede knokker. Doen we even een potje met Edgar. Ik mag met elke knokker maar één keer spelen. Dus als ik die knokker heb gehad, mag ik hem niet nog een keer gebruiken. Is wel leuk. Dan krijg je gewoon de hele tijd weer vernieuwing, zeg maar, in de potjes. Neemt de iPad of de GoPro nog goed op? Ja, dat is volgens mij prima. Oké, daar gaan we weer. Je kan natuurlijk ook misschien eventueel Yves zijn, want dan kan je natuurlijk de teleport nemen. Oké, hier even hit. En ik ben al dood. Misschien moet ik dan iets langer wachten. Dat is denk ik beter. Oké, maar Edgar hebben we nu gehad. Dus Edgar mag ik nu niet meer gebruiken. Nu alle goede knokkers gaan langzamerhand wel op natuurlijk op deze manier. Bibi, Jackie. Jackie is ook een goeie. Want daarmee kan je natuurlijk in één keer alle kistjes openen. Dus dat kan vrij snel. En je kan natuurlijk door kistjes heen hitten. En dat is ook heel belangrijk. Als je een knokker hebt die maar één box kan hitten. Bijvoorbeeld Fang. Dan ben je sowieso de nul. Of Frank zou trouwens ook kunnen. En Bibi ook. Ik ga trouwens even wachten en dan neem ik nu de jump. Zodat ik dan die teleport kan nemen nadat hun het hebben genomen. En hopelijk gaat het dan goed komen. Ja hoor, dit is de manier. Dit is de manier. Oké, eventjes levens erbij krijgen. En dan kunnen we zo meteen iedereen weer kapot maken. Oké, dit is wel echt geniaal. Let's go, check al die kistjes dan. Dit zijn er echt heel veel. Oké, top. Dan hebben we hier nog een krachtpunt. En hier hebben we nog twee. Ja, dit is lekker. En dan moeten we nu eventjes een winst zien te pakken met Jackie. Er zijn nog 3 andere knokkers over. Dan moet dit toch wel te doen zijn. Iedereen is daar zo aan die kant aan het vechten. Wat gaan we doen? Ik kan mijn super hier aanzetten en dan kan ik die Frank hebben. Ja, dan hebben we alleen nog een Edgar. En die Edgar kan ik sowieso wel hebben. 100% dat ik die Edgar wel kan hebben. Dat kan toch niet anders? Ik moet trouwens wel uitkijken voor die teleport. Even... Kom hier dan, Edgar. Kom hier. Ah, die blijft hier staan bij de zijkant. We kunnen hier even iets doen. Oh, jammer. We hebben wel. Let's go. We hebben hem weer gehaald. Dat is wel mooi. Jackie OP. Dat betekent dat we nu een nieuw spelersprofiel mogen kopen. Dus dat gaan we dan eventjes doen. 19 edelstenen. Toch eventjes mooi meegenomen natuurlijk. We doen nog even een bonuspotje. Nog 1 laatste game. En als we die winnen, dan mogen we een megadoos openen. Dat is dan de laatste challenge. Dan moeten we nog even een leuke knokker zien te selecteren. Yves. Ik ga met Yves. Dan ga ik aan de zijkant eraf springen. En dan ga ik kijken of ik op die manier bij de kistjes kan komen. En of ik ze überhaupt dan een beetje kan veroveren. Dus daar gaan we nu achter komen. Ik ben benieuwd. Ja, ik achterkant klein. Maar je weet het niet, hè. Je weet het niet. Oké, hier gaan we. Via het water, via de zijkant. Het neemt goed, nog steeds goed op. Misschien moet ik iets meer rechtop gaan zitten. Ja, jullie zien het misschien al wat minder goed via de GoPro. Maar het is helaas niet anders. Voor een keertje vind ik het wel grappig om zo te spelen. Het lijkt echt niet normaal, jongen, de tv. Oké, ondertussen zijn alle kistjes al op. Ik ben helemaal hierheen gegaan. En dat is jammer. Oh, Frank heeft alles al gejat. Oké, dit gaat heel moeilijk worden om hier nog een win te halen. Ik heb nog wel 2 gadgets, dus ik kan zo meteen erin springen. Ik zal even een leuke reactie doen. Maar ik kan dus niks meer aan. Dit is echt niet de knokker voor deze map. Crow is er nog. Bibi is er nog. Je hebt allemaal knokkers die nog in het midden zijn. Maar ik ga niet richting Bibi. Dat is misschien niet zo handig. Ik wil even een eigen vakje hebben. Hier is een nani. Misschien moet ik gewoon weer teruggaan naar mijn eigen vak. Nou ja, daar is die, of daar heeft die Frank alles kapot gemaakt. Dus dat is niet zo handig. Dan moeten we even hier weer heen. We lopen alleen maar rondjes. We zijn weer op de plek waar ik ben begonnen. Maar Frank, dit is irritant. En daar is het Tara. Dat is ook irritant. Nou ja, ik ga hier wel even een jump doen. Oké, maar ja, die Frank, die moet hier ergens rondlopen. Dus dat is een nadeel. Waar is die Frank ondertussen? Die is daar zo. Ik ga hier mijn gadget inzetten. Oké, top. Dan heb ik nu weer een plekje. Dus dat is mooi. Even kijken. Kunnen we wat hits doen op die Frank? Dat zou mooi zijn. En daar kunnen we inderdaad wat hits op doen. Dus dat is helemaal mooi. Dan zal ik even mijn super inzetten. Moet ik even kijken waar die super stond. Maar dan kunnen we die Frank misschien qua levens een beetje low houden. Oké, nou ik denk dat die Tara nu de lul is. Ja, inderdaad. En ik denk dat ik nu de lul ben. 6000 damage deed die Frank. Oi. Nou, dat ging niet zo goed. Yves, het was een grappige keuze, maar uiteindelijk dik niet gewonnen. Nee, echt totaal niet. Nee. Maar hey, ik vond het wel leuk. GoPro'tje is best wel handig op deze manier natuurlijk. Maar ja, of het uiteindelijk goed te zien is op scherm en zo. En of jullie er wat van konden zien. Ik heb geen idee, daar kom ik zo meteen in de montage achter. Maar hopelijk hebben jullie wel genoten. Zo ja, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij en dan komt hier een video te staan. Die kan je checken en ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!